Geachte leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 29 januari 2019. Ik open de vergadering met mededeling van de ziekte van de heer Kloekhorst en ook van mevrouw Kloekhorst. Het zal in de familie zitten, zullen we maar zeggen. En mevrouw Joldertsma komt later. Voor de rest zijn we compleet. En bij de mededeling, nog de mededeling, de felicitatie aan mevrouw Meijering. Fijn dat u op uw verjaardag hier bij ons, dat te midden van ons viert. En we zijn in blijde verwachting wat er nog komen gaat na afloop van deze raadsvergadering. Maar van harte gefeliciteerd met de verjaardag. Agendapunt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door met agendapunt 3, vaststelling van de agenda. Iemand op de agenda? Mevrouw Verschuur, mevrouw Meijering, mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Ik wil graag hamerstuk 6 wil ik graag een bespreekstuk van maken. Akkoord, dat gaat over vergroting lokale opwekking energie gemeentelijke gebouwen. Akkoord, een bespreekstuk gaat dat worden. Dat wordt dan agendapunt 6, blijft dat, maar het wordt een bespreekstuk. Mevrouw Meijering. Wij willen graag een motie vreemd indienen, samen met CDA. En dat zijn er twee aanpassingen rondom N377 Balkbrug. Ja. En ontsluiting of aansluiting N377 Katingenveld. Aansluiting. Ontsluiting, sorry. Ontsluiting. Ja. Ontsluiting in die zeezoos. Gaat in veld. Twee moties vreemd orde aan de dag. Dat komt dan ook bij de bespreekstukken. En dan nummeren we even door. Dat wordt dan motie 1, zeg maar, agendapunt 7. Agendapunt 8, de motie over de ontsluiting Katingenveld. En nummer 9 nummeren we dan door. Vervolgens agendapunt 14, de sluiting. Akkoord. Anderen nog over de agenda? Niet het geval. Dan gaan we dat als volgt doen. En is daarmee de agenda vastgesteld. We komen bij het spreekrecht voor de agendapunten. Daarvoor heeft niemand zich gemeld, ook nu niet. En dat brengt ons vervolgens dan bij de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 januari, jongsleden. Kunt u instemmen met deze besluitlijst? Er zijn geen wijzigingen op voorhand binnengekomen. Akkoord. Akkoord. Zijn wij toe aan de bespreekstukken van vanavond, die dan toch daarmee zijn geworden nog. Allereerst de vergroting lokale opwekking energie op gemeentelijke gebouwen. En ik wou maar even een ronde maken en dan kijk wel wie aan het woord wil komen. U in ieder geval, 50 plus. Van achter het spreekgestoel. Het woord is aan mevrouw Schuur. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik wil graag een motie indienen betreffende de schooldakrevolutie. Een initiatief hiertoe is op 19 juni 2018 met behulp van een motie in de Tweede Kamer aangenomen. Dit maakt de lancering van een fonds van 100 miljoen euro mogelijk dat in 2019 beschikbaar komt. Dit initiatief is ontstaan doordat twee oprichters, Sungivity en Urgenda, een crowdfundingprogramma Doneer de Zon hadden opgezet dat zich richt op zonnesystemen op scholen. Tijdens deze samenwerking ontdekten ze hoe moeilijk het is om op grote schaal zonnepanelen op scholen te plaatsen. Bestaande zonne-initiatieven zijn namelijk vaak te duur of te ingewikkeld voor schoolbesturen en hebben zij er geen of te weinig tijd en budget voor. De schooldakrevolutie helpt scholen om obstakels naar zonnestroom te lijf te gaan. Scholen worden geholpen bij de besluitvorming en financiering. De schooldakrevolutie ziet een belangrijke taak voor zich weggelegd om samen met scholen educatieprogramma's te ontwikkelen die het thema duurzaamheid zonnepanelen tot leven brengen. Scholen kunnen op deze wijze bijdragen aan het beperken van hun milieu-impact,
Ze besparen op de energierekening en niet te vergeten wordt ook aan de kinderen de boodschap meegegeven dat schone stroom van eigen dak de normaalste zaak van de wereld is. Bovendien draagt het bij aan de duurzame ambities van de gemeente Hardenberg. Ik wil het college oproepen om zich aan te sluiten bij de schooldagrevolutie en deze actief te ondersteunen. Deze motie wordt ingediend mede namens CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Op Koers.nu, VVD en D66. Dus namens de voltallige raad. Ik draag hierbij graag het dictum aan u voor. 1. Om alle scholen in de gemeente Hardenberg proactief te benaderen ten einde deel te nemen aan de schooldakrevolutie. Om alle scholen in de gemeente Hardenberg te informeren en te ondersteunen bij hun onderzoek naar mogelijkheden van verduurzaming en subsidiemogelijkheden. Namens de gemeente steun uit te spreken voor de schooldakrevolutie en dit te communiceren met de schoolbesturen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk allereerst even in de richting van de raad. Is er nog behoefte om hier iets op aan te vullen? Hij wordt raadsbreed ondersteund, merk ik al. Dat is niet het geval. Hij maakt onderdeel uit van het agendapunt wat gaat over de lokale opwekking in gemeentelijke gebouwen. Daar heeft verder niet iemand wat over te zeggen. Kijk toch even naar de heer Van der Grap. Dank u, voorzitter. Geen vragen, mevrouw Verschuren, maar even een mededeling dat ik vanwege het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Grono bij de besluitvorming over dit agendapunt even de vergadering zal verlaten. Akkoord. Ook goed om op te merken. Dank u voor de indiening van de motie, raadsbreed. Ik kijk even in de richting van het college om een reactie te vragen op deze motie. En daarbij het woord aan de heer Ten Kaat. Ja, dank u wel, voorzitter. De motie die sluit volgens mij goed aan bij de toezegging die ik in de vorige raadsvergadering heb gedaan. Het past bij de rol die wij ons als gemeente voor ons zien. Stimuleren, informeren en ondersteunen. Dus in die zin kunnen wij daarin meegaan. Nog een kleine opmerking bij draagt het college op onder punt 2. Die kan heel breed opgevat worden en die kan heel nauw opgevat worden. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat wij als gemeente daar helemaal een projectleider voor in het leven roepen. Maar zoals ik gezegd heb, wij willen graag stimuleren, informeren en ondersteunen. En dat gaan we dan ook doen. Akkoord met deze toevoeging. Kijk in de richting van uw raad. Ik kan goed begrijpen. Is er behoefte om gebruik te maken nog van de tweede ronde? Eigenlijk neemt het college uw motie over. We hebben daar al eens vaker discussie over. Daarmee zou ik kunnen zeggen, is de motie overbodig geworden? Maar kijk toch even naar de indiener van de raad. Want soms is het ook goed om het gewoon politiek te markeren. En daarmee de stemming over deze motie nog de ronde te doen. Mevrouw Verschuur, motie in stemming brengen. Alsjeblieft. Dat is goed, dat is mooi. Dan vraag ik u, dan gaan we zo meteen stemmen over de motie, want we zijn bij het agendapunt wat gaat over de vergroting lokale opwekking energie op gemeentelijk gebouw. Dan gaan we daar eerst over stemmen en dan over de motie. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met de nota die voorligt over vergroting lokale opwekking energie op gemeentelijke gebouwen? Behoefte aan de stemverklaring niet, u kunt instemmen. Dat is akkoord. Akkoord. En dan is de motie aan de orde. En ik heb goed verstaan dat deze motie raadsbreed wordt onderschreven. En daarmee mag ik ook concluderen dat u deze steunt. En dat die daarmee ook is aangenomen. Aldus besloten in deze raad van dinsdag 29 januari. Dank u wel. Dat brengt ons bij het volgende bespreekstuk. Motie vreemd orde aan de dag. Aanpassing N3. 77 Balkbrug. Het woord is aan mevrouw Meijer. Zal ik beginnen met de motie aanpassing rondom de N377. Afgelopen donderdag was het zover. De provincie en de BAM hebben het contract voor de Vechtdalverbinding ondertekend. En binnen dit project wordt de N340 tussen Zwolle en Ommel en de N48, de N377 van Nieuw-Leusum, tot aan Dedemsvaart opgepakt. Voor onze gemeente een heel mooi moment. De N377 zal een opwaardering krijgen en in Balkbrug zal er veel veranderen.
Zo krijgt Balkbrug een onderdoorgang voor het doorgaande verkeer. Die onderdoorgang splitst wel het dorp in tweeën. Het dorpsplein zal het noord en zuid weer met elkaar verbinden. En dat is het punt waar provinciale werkzaamheden en de gemeentelijke werkzaamheden bij elkaar zullen komen. Een punt waar ook nog niet alles is uitgewerkt en waar veel partijen zijn betrokken, direct en indirect. Wij denken dat er grote voordelen zijn te behalen wanneer goed en intensief en tijdig wordt overlegd en gecommuniceerd met alle betrokken partijen. Daarom dient de VVD samen met het CDA de volgende motie in. Het dictum luidt: draagt het college op in overleg met de provincie Overijssel, provinciale en gemeentelijke werkzaamheden aan en rond de N377 in Balkbrug zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 2. De provincie Overijssel te bewegen plaatselijk belang Balkbrug en coalitie Balkbrug 2025 tijdig en intensief te betrekken bij dit project. 3. Optimale communicatie met inwoners en belanghebbenden, ook vanuit de gemeente, hierbij als uitgangspunt te nemen. En gaat over tot de orde van de dag. Kort, dank u wel voor het indienen van de motie. Ik geef de motie graag in bespreking in de raad, voor zover daar behoefte aan is. Mevrouw Hof, de heer Jonkhans, de heer Geesink, mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk maar heel kort en ook geen vraag, maar een opmerking dat wij de motie een beetje prematuur vinden, omdat er voor 2020 geen schop in de grond zal gaan voor de N377. Vanzelfsprekend zien we wel het nut van tijdige en adequate communicatie. En aangezien ik zelf in Balkbrug woon, zie ik dat belang misschien wel extra. En wij zullen dus wel voor deze motie stemmen. Akkoord, dank u wel. De heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben de vraag van, u dient een motie in en meestal is dat dan iets dat er verkeerd dreigt te gaan en mis dreigt te gaan. Welke signalen heeft u ontvangen dat dit niet goed zou komen? Mevrouw Meijer. Ja, ik weet niet of het heel goed... Nou, wij zijn bij plaatselijk belang Balkbrug geweest, daar hebben we een gesprek gehad. En dit is een grote zorg die leeft bij hun, omdat in eerdere communicatie, en ik weet niet of het gepast is om daar echt op detail in te gaan, dus dat laat ik maar even achterwege, het toch wel een en ander niet helemaal soepel verlopen is. En nu is er nog een derde partij betrokken, want dat was gewoon een situatie tussen plaatselijk belang en de gemeente. Nu komt de provincie daarbij om de hoek kijken, een extra partij. En die zorg leeft daar en wij vonden dat goed om daar gehoor aan te geven, om dat over te brengen. Akkoord, dank u wel. De heer Geesink. Dank u, voorzitter. Ik sluit een beetje aan op wat de heer Jonkers al zegt, want in het opzicht met de motie lijkt me heel goed. Ik heb alleen het idee van de punten die genoemd worden. Het zou ook een beetje een vanzelfsprekendheid dienen te zijn, denk ik, voor de gemeente. Nou, wat dat betreft mag voor ons de wethouder dit ook als steuntje in de rug gebruiken om dit voortvarend op te pakken. Akkoord. Anderen niet. Dan gaan wij even naar in de richting van het college. De heer Terietstap, om een reactie op deze motie van de zijde van het college te horen. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Meijering, voor de steun in de rug die u ook aan het college daarin wilt geven. Wij onderschrijven dat het een groot impact heeft op het gebied. Hè. Balkbrug heeft ook goed van zich laten horen, ook naar de provincie toe, om die tunnel ook, een keer onderdeel van discussie geweest, moet hij er wel of niet komen, zodat hij de tunnel er komt. Het heeft grote impact op het gebied. Ik snap waar u toe oproept. Ik denk dat de neuzen wel de goede kant op staan, ook bij de provincie. Maar ik wil hem graag ook als, in die zin als steun in de rug opvatten om dit eigenlijk, ik deel het wel, het vanzelfsprekend te laten zijn. En dit onder de aandacht te houden, zou ik dan willen zeggen, want het heeft ook absoluut aandacht. Akkoord, dank u wel. Steun van het college voor deze motie. Ik kan daar ook mee uit de voeten. Ik kijk de kring rond. Wij kunnen stemmen over deze motie. En ik wil hem ook in stemming brengen. Ik constateer dat de fracties van VVD en CDA voor zijn. De fractie van de ChristenUnie, akkoord. De fractie van GroenLinks, akkoord. D66, akkoord. Op koerspunt nu, akkoord. En de Partij van de Arbeid,
Stemverklaring. Ja, wij denken wel dat die overbodig is. Maar beter toch maar wel gevraagd dan helemaal niet. Dus we kunnen er wel mee instemmen. Akkoord. En tenslotte 50+, ook akkoord. En daarmee is deze motie raadsbreed aangenomen. Al dus besloten. Agenda punt 8. Opnieuw een motie vreemd orde aan de dag. En deze gaat over de onttrekking, ontsluiting, moet ik zeggen, de ontsluiting van het Katingenveld. Opnieuw het woord aan mevrouw Meijer. Ik zal me direct even anders inleiden, ook naar aanleiding van een gesprek met plaatselijk belang. Komt deze tweede motie aan het licht. Want zij hebben ons kenbaar gemaakt dat zij wat zorgen hebben omtrent de ontsluiting van de bedrijven die nu op de N377 gevestigd zijn. En die straks te maken hebben met een enkelvoudige parallelweg. Waar een tunnelbak voor het doorgaande verkeer is. En waar ze nu gebruik maken van een dubbele weg. En hun grote vraag is van is dat voor de voortgang en voor de veiligheid van ons dorp wel het beste, dat de weg die eigenlijk alleen bedoeld is om naar het nieuwe dorpsplein te rijden, om daar die vrachtwagens te laten in- en uitgaan. En zij kwamen met het idee, en dat idee steunen wij ook weer samen met CDA, om eens te gaan onderzoeken of het mogelijk is om deze bedrijven, die eigenlijk gevestigd zijn ter hoogte van het Katingenveld, te ontsluiten via het Katingenveld, waardoor je de doorstroming optimaliseert. Daarom dienen we ook een motie in samen met de VVD, samen met CDA, waarvan het dictum luidt te onderzoeken hoe bedrijven die gevestigd zijn ter hoogte van het industrieterrein Katingenveld, die straks gelegen zijn aan de enkelvoudige parallelweg naast de N377, ontsloten kunnen worden via de Katingenveldweg. En gaat over tot de orde van de dag. Akkoord, dank u wel. Ik geef ook deze motie graag in bespreking in uw raad. Wie wenst daarover het woord te voeren? Meneer Rodemond en mevrouw Hof. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik snap dat de oproep alleen is om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Maar heeft u zelf al ideeën over mogelijke kosten die hiermee gemoeid zullen gaan en hoe die gedekt zullen gaan worden? Gezien ook de aandacht die uw partij zelf besteedt aan kostendekkendheid van de plannen. Ja, we zijn natuurlijk vooral voor veiligheid. Maar de goede doorstroming is daar natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van. Wij vragen hier alleen om een onderzoek. En dat onderzoek zou ook uit kunnen wijzen wat de kosten kunnen zijn. Dus wij, ik weet ook niet of die kosten bij ons horen. Of dat het toch een probleem dreigt te worden voor die bedrijven. Waardoor we misschien nog bij de provincie kunnen aankloppen. Ik noem maar wat. Dus ik denk dat mooi zou zijn dat het college het breed onderzoekt. Heer Rodemond. Voorzitter, ja, misschien kan ik bij deze in ieder geval de portefeuillehouder ook vragen om hier kort op te reageren hoe het college hierover denkt in ieder geval. Wat betreft de mogelijke kosten voor de gemeente. Akkoord, daar komen we zo op terug. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Het werk aan de N377 onder andere is net pas aanbesteed. Mevrouw Meijer, ik refereerde daar net zelf ook al aan. En dat betekent dat eigenlijk nu wel het goede moment zou zijn om als er nog wijzigingen op moeten komen, om dat in een zo vroeg mogelijk stadium te laten doorvoeren. Ik heb begrepen dat er door de gemeente al een onderzoek gepleegd wordt naar toegang en de veiligheid van de ontsluiting, hè, ook via Katingerveld. Misschien dat de portefeuillehouder daar zo wat over kan zeggen. Overigens laat het wel onverlet dat wij veiligheid een uiterst belangrijk onderwerp vinden en wij de zorgen mede geuit door diverse bewonersbelangenorganisaties in Balkbrug wel degelijk delen en begrijpen. En alleen daarom al kunnen wij niet tegen deze motie zijn, dus wij zijn ook. Akkoord, ik begrijp dat u niet tegen deze motie bent. Dat is mooi. Wij gaan even kijken in de richting van het college. Dank voor de motie, de inbreng. Ook opnieuw het woord aan de heer Terietstap vanuit het college. Waarbij ik hem ook wil vragen om nog in te gaan op de aanvullende vragen die zijn gesteld. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor hier alweer een steun in de rug. Maar het is inderdaad wel, we delen dezelfde mening, want ook hiervan kan ik zeggen, hier zijn wij inderdaad flink mee aan de slag.
Dus ik laat het even aan de Raad hoe ze daar vervolgens mee om wil gaan. Want u vraagt naar een onderzoek. En wij zijn momenteel bezig met dat onderzoek. Hè. Dat vorige motie gaf daar ook al een beetje. Dat is pure ondersteuning om dat nog eens een keer onder de aandacht te brengen. Maar een onderzoek opnieuw opstart wat al loopt, wat een beetje lastiger, zeg ik er dan bij. En ja, inderdaad maakt dat wel, de kosten maken daar onderdeel van uit. Hè. Wij doen nu onderzoek. Het gaat over de veiligheid, het gaat ook over de ontsluiting op het Kateringenveld. Het betreft de bedrijven die er op het Kateringenveld aanwezig zijn natuurlijk. Het gaat om de provincie, om de aansluiting op de provinciale weg. En hoe wij dat zelf georganiseerd graag zouden willen zien. Dat sluit heel erg aan, we doen het onderzoek niet voor niets, omdat wij ook denken dat we daar wellicht anders naar zouden moeten kunnen kijken. Maar ik wil ook nog niet vooruitlopen op de onderzoek en de resultaten daarvan, van het onderzoek wat feitelijk al loopt, over de kosten die eruit voortvloeien en waar die kosten dan eventueel verhaald zouden moeten worden. Deels zal natuurlijk ook gewoon op onze eigen grond zijn, het Kateringenveld. Dus we zijn hier feitelijk mee bezig. Dus ik kan niet zeggen dat ik het oneens ben met uw vraag, alleen we doen het. Akkoord. Onderzoek vindt plaats, zoals gezegd, vanuit het college. Maar u benadrukt nogmaals vanuit hier. Dus ik vraag nog even in de richting van de indiener. Want wilt u de motie in stand houden of bent u tevreden met de antwoorden die zijn gegeven? Ik denk dat het goed is dat we deze motie naar aanhouden. Akkoord. Dat is denk ik een mooi statement om te zeggen. Nou, u houdt hem nog even aan. En het college gaat aan de slag, is aan de slag. Inderdaad, met de uitwerking rondom de ontsluiting onder andere ook van het Kateringenveld. Daarmee wordt deze motie aangehouden en wordt die niet in stemming gebracht. Dat betekent dat we dit agendapunt kunnen afronden. Dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Een aantal hamerstukken te doen. Allereerst het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Deze Veenseweg, ongenummerd. Deze Veen ten behoeve van toevoegen van een woning in het kader van de buurtschappennota. Stemverklaring niet. U kunt instemmen met het voorstel. Alle aanwezige raadsleden stemmen in. Akkoord. Agenda punt 10. Onttrekkingsbesluit van de Hooiweg. Nou, stemverklaring kan ik mij nauwelijks voorstellen. Ik heb zelf geconstateerd dat het asfalt of de steen al weg zijn gehaald inmiddels. Maar de weg ligt er nog juridisch gezien. En die wordt dus nu met uw goedkeuren ook onttrokken. Dat is het geval. Akkoord. Agenda punt 11. De realisatie van het fietspad Radewijk-Wielen. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Dat is het geval. Akkoord. En daarmee komen wij tot een nog betere verbinding met onze buren in Duitsland. Dat is heel mooi. Agenda punt 12. De lijst met ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 januari. U kunt instemmen met de wijze van afdoening. Al dus besloten. Agenda punt 13. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dat brengt ons bij het laatste punt van deze avond. Het is bijna 19:30. Keurig binnen de tijd gebleven. De sluiting van deze vergadering. Dank voor uw inbreng en besluitvorming. De vergadering is gesloten. En we gaan zo beginnen met de oriënterende ronde, die zo hier ook vervolgt onder leiding van mevrouw Soeten.